Ik ben hier te gast geweest in Sint-Amansberg, het Centrum Leren en Werken. En ik heb hier gekeken naar een jeugdjournaal, gemaakt door de brede schoolwerking Sint-Amansberg en vanuit de Bernadettewijk. Ik vond het zeer grappig om naar te kijken. Het was echt plezant gedaan door de kinderen zelf, die zelf verslaggever waren en die verteld hebben over veiligheid en vooral verkeersonveiligheid hier in de buurt. Over het gebrek aan speelruimte. Dat ze het ook belangrijk vinden dat speelruimte goed onderhouden is, dat er geen afval in ligt, dat de speeltoestellen, dat de glijbanen, dat die veilig zijn. Ook voor afval. Ook daarover hebben ze verteld. En heb ik het met de kinderen even gehad over het feit dat we daar natuurlijk ook allemaal zelf een stukje verantwoordelijk in moeten zijn. Door zelf onze vuiligheid niet op straat te smijten. En door, als we het andere kinderen of mensen zien, doen ze daar ook op aan te spreken. Wat betreft verkeersveiligheid geldt eigenlijk hetzelfde. Daar moeten we ook naar ons eigen gedrag kijken. Hoe meer we met de fiets gaan, hoe veiliger het verkeer wordt. En twee, moet natuurlijk de weg ook een beetje veiliger worden. En samen met het stadsbestuur en het schepen Philippe Watteau ga ik daar ook echt werk van maken.